Als trainer van Rode JC en vooral van RKC was Martin Jol al vele malen in de arena. Die wedstrijden eindigden meestal in een voor Ajax gunstig resultaat. Ik moet zeggen, hier in de arena ben ik een keer geweest met RKC. Daar hebben ze 2-1 verslagen. Dat was leuk. Dat was voor die club een hoogtepunt in de historie. Vorig jaar hebben we tegen Ajax gespeeld met HSV. Ik moet zeggen, toen heb ik die opstelling zo door elkaar gehutseld. Dat werd ook gelijk de eerste nederlaag van HSV. Had ik nog spelers zoals Neves, die moesten meedoen, en Olic op rechts. Maar toen maakte Ajax, en misschien was dat ook wel de beste wedstrijd van Ajax in dat seizoen. Hele goede indruk. Jol heeft nog meer met Ajax. Als speler van FC Den Haag debuteerde hij in de basis in 1974... tegen een ploeg met toppers als Neeskens, Rep en Krol. Ja, heel lang geleden was het zo als je tegen Ajax speelde. Zeker nog toen het in de meer was. Dat was eigenlijk onklopbaar. En dan wist je al als je erheen ging dat het heel moeilijk zou worden. Als coach kwam hij Ajax opnieuw tegen. Dat was vorig jaar november in de UEFA Cup. 1-0 trap weg. En daar is het schot op de lat van Guerrero. Ja, die indruk was goed. Veel jonge spelers. Tactisch ook goed van achteruit. Vermalen speelde toen linksback, Vertongen in het centrum. Was ook een hele goede wedstrijd voor Vertongen. Op middenveld jonge jongens. 1-0 deed toen mee. Voorin Suarez. Of gewoon die kleine is toch een goed aanspoorpunt. Heel lastig. Maar aan de andere kant hebben ze eigenlijk niet zoveel gecreëerd. We gaven die bal zelf weg. En Leonardo zat ertussen en het was 1-0. Gelukkig was het niet zo dat we dat niet meer konden repareren. Want het is ook de enige wedstrijd geweest die we toen verloren. Jarolim die gaat er in de fout en Leonardo moet scoren. En doet dat niet. Paal, paal. En dan alsnog Leonardo. Jawel. Jawel. Leonardo. Hij zet dan toch zijn stempel op zijn invalbeurt. En brengt Ajax hier op voorsprong. Verheug jij je op de samenwerking met die spelers? Ja, heel erg. Ik ben ook een trainer die veel, zeker in het begin van mijn carrière, met jonge spelers heb gewerkt. En als ze goed zijn, dan maakt het niet uit hoe oud ze zijn. Martin Jol treedt in de voetsporen van Marco van Basten. De trainer tekende voor 3 jaar. De baan is voor Jol een erkenning voor zijn goede prestaties uit het verleden. Maar vooral een mooie uitdaging voor de nabije toekomst. Nou, ik denk dat ik iemand ben als ze hun best doen. Dan kun je mij best hebben. Ja, zit het tegen en kan ik niet winnen, dan zien ze een andere kant van me. En dat is inderdaad wel eens lastig, ook voor mezelf. Maar ik denk dat het nodig is. Ik vind het goed en eigenlijk ook nodig als iedereen op zijn tenen loopt. En ontspanning, dat is belangrijk. Maar ook met geestdrift en met hartstocht trainen en spelen. Ja, ik denk dat iedereen die ik spreek, of je nu hebt onze sponsoren Egon, Adidas of allerlei mensen die eromheen lopen, die toch allemaal zeggen van, ja, verrast. Dat we met toch zo'n kandidaat van internationale allure kunnen komen. Maar ook gewoon zeer enthousiast en ja, die zien het ook allemaal zitten. Martin Jol heeft een breed pakket, hè, als je het in technisch opzicht bekijkt. Niet alleen het eerste elftal, maar ook nog de scouting, jeugdopleiding. Ja, kijk, breed pakket, dat roept iedereen. Kijk, als je algemeen directeur hebt, dan heb je ook een heel breed pakket. Maar je hebt mensen die verantwoordelijkheden dragen. En wat we met Martin natuurlijk in huis gehad hebben, is een ongelooflijk stuk ervaring. En we kiezen daar heel bewust voor het type Engelse modellen. Noem het even model Ferguson, in mooie woorden, of Wenger. Die toch ook al jaren succesvol zijn. En waarbij je zegt dat je alle voetbalzaken als verantwoordelijke belegt bij Martin. Ja, noem hem maar even de manager. En Danny als zijn rechterhand, hè, als assistentmanager. En daar zijn al die verantwoordelijkheden belegd. Dat betekent als je het hebt over bijvoorbeeld de jeugdopleiding. Daar is onze continuïteit. Danny, hè, die zit er al jaren. Die weet alle ins en outs. Die blijft het ook als eindverantwoordelijkheid houden. Maar natuurlijk is Martin op voetbalgebied de absolute baas. Over 3,5 week begint de voorbereiding op het seizoen al. Wat zijn de doelstellingen voor komend jaar? De doelstelling voor dit team en voor deze club is dat die ontwikkeling die blijft gaande. En, en dat is altijd zo geweest. Als die ontwikkeling goed is van al die jonge spelers, ja, dan komen die prestaties vanzelf. Het is nooit wat je denkt dat het zegt. Zeg.